Filmmakers. Ja, filmmakers en televisiemakers. Het schuift tegenwoordig een beetje in elkaar. Maar filmmakers, dat zijn natuurlijk de mensen die nog op celluloid werken. De mensen die op chemisch materiaal werken. Op 16 mm of 35 mm of 70 mm voor de professionals. En de mensen die op 8 mm of super 8 werken. Het is al bijna een vervlogen kunst. Met toch zijn eigen kwaliteit. In ieder geval, dat vindt Piet... Jaap Pieters. Jaap Pieters, een filmmaker op Super 8 die op 23 januari in Ruigoort een aantal van zijn filmpjes, moet ik zeggen, want ja. High 8 kun je toch niet over lang werk praten, Super 8 gaat laten zien. Dus het gaat om 21 films voor de 21ste eeuw in de Ruigoortkerk op 23 januari. Ik neem aan dat het een zondag is. Ja, zondagmiddag. Zondagmiddag, u weet het. De kerk van Ruigoort, tegenwoordig wat makkelijker bereikbaar met de auto, is... Een plek waar heel vaak zondagsmiddags wat te doen is. En als er niks te doen is, dan is, kunt u in ieder geval daar in de buurt nog een beetje wandelen. Het is nog een beetje groen. En dan kunt u eens kijken hoe die Afrika-haven gegraven wordt. Want er wordt wat dat betreft heel druk gewerkt. De Toren van Babel is weg. Maar Ruigoort bestaat nog. En Super 8 bestaat dus nog. Ja. Het is eigenlijk wel een beetje vreemd. Want ik dacht, nou, dat is een bijna vergeten hobby. Nee, wat mij betreft zeker niet. Ik bedoel, zolang er materiaal is, blijf ik filmen. Ja. Dus, waarom kies je voor zo'n materiaal als Super 8 rolletjes die ontwikkeld moeten worden boven bijvoorbeeld een videocamera? Nou, het feit dat er bijvoorbeeld tijd tussen zit, hè, dat je niet onmiddellijk kunt zien wat je gedaan hebt, dat vind ik op zich juist gunstig. Je neemt daardoor afstand, de zaak bezinkt en als je het na een week of twee terugkrijgt, dan... Kijk je met hele andere ogen dan op het moment dat je aan het filmen was. Dus dat soort dingen vind ik juist eigenlijk een voordeel. Ja. Wat tegenwoordig als nadeel gezien wordt. Genoemd wordt. Ja. Die versnelling in de tijd van vrijwel alles wat er momenteel gaande is. Ja, dat is aan mij niet besteed. Ja. Je ziet zelfs dat de professionele filmmakers er tegenwoordig in hun chemische camera's. Hè, dus die traditionele camera's, 70 mm tegenwoordig. Hele grote dingen zijn dat 35 mm. Daar zit dan ook een zoekertje in, ingebouwd in de camera. Dan kun je ook een videosignaaltje op een videorecorder neerzetten. Zodat je dus de rusjes, zoals dat heet, dat die niet ontwikkeld hoeven worden. Maar dat je dus gelijk mee kunt kijken of direct kunt kijken, want het was een goede shot. Dus er is wel een vermenging van die twee technieken. Jawel. Ja. Maar je ziet door een andere kant dat er een hoop professionele filmmakers zijn die vaker materiaal van Super 8 gebruiken. Omdat het zo'n hele eigen esthetiek heeft, zo'n hele eigen kwaliteit heeft. Probeer dat eens uit te leggen. Je bedoelt, ik vind het toch nog een tikkeltje schokkerig. Ja, maar juist dat wordt door een hoop mensen wel gewaardeerd. Dat het niet zo glad is, dat het niet zo strak is en dat het iets handmatigers heeft. Ja, het leuke is dat je ook mijn eigen programmaatjes maak en mijn uitnodigingen maak. Dat doe ik gewoon met de hand. Ja. Het leuke is dat je in die modernste digitale camera zit dan een instelling. Daar kun je weer zwart-wit films ermee maken. Ja, of het... antieke filmeffect. Inderdaad, een beetje schokkiger kun je erin brengen. Dus we hebben dat wat je nu zegt al wel gezien als een soort esthetische waarde. Ja, die je voor sommige dingen weer terug kunt maken. Nou, film jij mensen, en een aantal van de dingen zullen we zien of hebben gezien. Mensen op straat, een beetje losvliegende vogels. Wat fascineert je bij dat soort mensen? Nou, wat mij sowieso heel erg... fascineert en boeit is eigenlijk alles wat er buiten het gestroomlijnde gebeurt in de wereld. Dus of dat nou filmmateriaal is, of dat nou mensen zijn, alles wat niet direct inpasbaar is in die gestroomlijnde samenleving, die naar mijn idee steeds verder gestroomlijnd wordt, hè, waarvan bijvoorbeeld Ruigoort dan ook het slachtoffer dreigt te worden van die enorme stroomleiding. Alles wat daar buiten valt, dat fascineert me. Wat verliezen we met die efficiëntie, met die stroomleiding? En even over Ruigoort, want ik zelf de eerste dag dat ik er kwam, en ik dacht, nadat ze die weg hadden aangelegd, dacht ik, jee, nou is het over. Hè? Mm-hmm. Nu is het een dorpje in de hoek van een brede snelweg geworden. Ja. Nu is het weg. Nu is het over. Nu, dit houden we niet meer overeind als cultuurmonument. Mm-hmm. Is dat wat je bedoelt? Dat we dingen gewoon kwijtraken aan de moderne tijd? Ja, dat we diversiteit kwijtraken. Dat we, en dan vooral diversiteit, niet diversiteit die je kunt aanbrengen met een computer. En dan kun je natuurlijk ook eindeloos diversiteit in aanbrengen in een programma of wat dan ook. Maar dat je diversiteit kwijtraakt in het eigenen van mensen.
En dat is iets wat ik het allerbelangrijkste vind. En dat is ook de reden waarom ik mensen wil vastleggen hebben en daarmee en dat gewoon laten zien in de wereld. Ja, maar heb je het gevoel dat er minder van dat soort mensen komen? Kijk, 10 jaar geleden hadden we in Amsterdam relatief, dacht ik, minder daklozen dan nu. Ze waren niet zichtbaar. Tegenwoordig wordt er weer gebedeld op straat. Er wordt eigenlijk ontzettend veel gebedeld, ook door buitenlanders. Misschien heeft het ermee te maken dat 10 jaar geleden er een grotere diversiteit en een grotere eigenheid nog was onder mensen. Ik weet het niet hoor. Ik bedoel, dat zijn allemaal dingen, daar kun je natuurlijk alleen maar over speculeren. Maar omdat er in ieder geval in mijn ogen in de samenleving zo'n enorme stroomleiding aan de hand is en dat alles zoveel strakker en beter georganiseerd schijnt te moeten worden, maakt dat mensen ook werkelijker echt uit de boot vallen. En dat mensen dus ook en die film je dan, maar die mensen die dan in een situatie waarin ze waarschijnlijk geen geld hebben of geen plek hebben, hun identiteit hoog houden door iets bijzonders te gaan doen. Dat haal ik een beetje uit je film. Mensen gaan het verkeer regelen of gaan op een bijzondere manier, een beetje grappig proberen hun geld bij elkaar te snabbelen. Is dat een poging om die eigenheid overeind te houden? In mijn ogen wel. En ik denk dat het heel vaak niet eens een vrijwillige keuze is, maar dat het een gevolg is van heel veel omstandigheden die volgens mij vaak weer een gevolg zijn van die overgeorganiseerde, gestroomlijnde samenleving. Ik denk dat daardoor toch meer mensen uit de boot vallen. Je moet niet overorganiseren. Je moet geen absoluut niet Kafkiaanse bureaucratie maken. Ja. Ja. Ik bedoel, er zijn mensen die, ja goed, ik hou me niet zo bezig met hoe de feitelijke stand van zaken is. Dus ik zal niet onmiddellijk zeggen van 1984 is al lang voorbij. Wat natuurlijk feitelijk in de telling ook zo is. Maar er zijn heel veel dingen uit Orwell die gewoon in de samenleving al lang geaccepteerd zijn. Big Brother en Small Brother en we hebben allemaal een computer en Bill Gates weet wanneer we e-mailen en dat soort dingen. Ja. Ik bedoel, dat zijn allemaal ontwikkelingen waarvan ik denk van, ja, ik hou er niet van. En het is vooral gewoon een heel erg emotioneel gevoel hoor. Dit is heel erg, het zijn dingen die mij tegenstaan. En dus in jouw filmpjes laat je eigenlijk een stukje van die aberraties, van die afwijkingen zien, mensen die het nog anders doen. Je maakt dus eigenlijk een soort monumentje voor het anders zijn. Ja.
filmmakers. Ja, filmmakers en televisiemakers. Het schuift tegenwoordig een beetje in elkaar. Maar filmmakers, dat zijn natuurlijk de mensen die nog op celluloid werken. De mensen die op chemisch materiaal werken. Op 16 mm of 35 mm of 70 mm voor de professionals. En de mensen die op 8 mm of super 8 werken. Het is al bijna een vervlogen kunst. Met toch zijn eigen kwaliteit. In ieder geval, dat vindt Piet. Jaap Pieters. Jaap Pieters. Een filmmaker op Super 8. Die op 23 januari in Ruigoord een aantal van zijn filmpjes, moet ik zeggen. Want ja. High 8 kun je toch niet over lang werk praten. Super 8 gaat laten zien. Ja. Je hebt het over iemand die het op het verkeer regelt, maar daar ballet van maakt. Ja, voor mij is dat een ballet inderdaad. Want, kijk, ik kan natuurlijk alleen maar laten zien zoals het door mijn ogen het tot mijn bewustzijn komt. En dan zie ik dus dat dat eigenlijk een enorme schoonheid heeft en eigenlijk gewoon een prachtig ballet is. Ja, zo zijn er een hoop mensen waarvan ik zie, denk van ja, dat is zoiets bijzonders. Dat is zo'n subtiele manier van daarzijn. Dat niet verloren mag gaan. En natuurlijk, uiteindelijk gaat alles verloren. Wat dat betreft ben ik natuurlijk net zo goed een Sisyphus als... Nou ja, dat weet ik niet. Misschien heeft dat te maken met het einde van de vorige eeuw. We hebben toch weer heel veel beelden gezien uit de geschiedenis. We hebben lijsten gezien van wie belangrijk was en welke dingen. Filmpjes die we technisch minder waardig achten, maar het is toch erg leuk. Van de week nog, Mokum TV had wat filmpjes uit de Tweede Wereldoorlog. Dan kijk je niet alleen meer naar de auto's, maar je kijkt ook naar de uniformen, de manier waarop mensen bewegen. Hoe steken ze de straat over? Het viel me op dat er wordt nu gezegd dat wij in Amsterdam, jaywalking heet het in het Amerikaans, maar iedereen loopt maar de straat over. Ja, letten allemaal neer. Nou, dat deden ze dus in 1939 of 40, wat op dat filmpje was, deden ze dat ook. Ja, dus het is een natuurlijke manier van je bewegen. Ik bedoel, ik was in 85 in Moskou en dan wordt er gezegd van Sovjet-Unie, alles is gereguleerd. Nou, daar lopen ze ook door het rode licht en dan steken ze ook zo over. In Amerika krijg je gelijk een bond ervoor. Als je staan oversteekt, dan dat is... maar dat is in mijn ogen wederom. Dat is zo'n soort ontwikkeling. Sinds die val van de muur lijkt het heilige land Amerika te zijn geworden. En is dat het enige nog waar je naar kunt kijken. En dan denk ik van er is veel meer in de wereld. Als alleen maar die starre opvatting over hoe je moet leven. Of ik vind ook dat daarmee mensen gereduceerd worden. En ik denk dat heel veel explosies van geweld of van gekte of wat dan ook daarmee te maken hebben. Dat er zo'n strakke stroomlijn is van hoe het moet wezen. Heel veel ratten in een kooitje en op een gegeven moment gaan ze elkaar opvreten. Dat zien we de laatste weken weer. Hè? Dan lees je de krant, 20 jonge lui hebben weer die in elkaar getrapt of die is net ontsnapt of die is dood getrapt of geslagen. Verschrikkelijk dat gewoon gebeurt. En dan praten we over zinloos geweld, maar wat jij eigenlijk zegt, dat is niet zinloos, dat is een gevolg van het te veel reguleren van de samenleving. Nou, ik denk dat er twee dingen aan de hand zijn. Ik denk dat enerzijds die samenleving heel veel wil reguleren, maar dat eigenlijk heel abstract is voor iedereen, omdat het anoniem is. En anderzijds zijn ouders natuurlijk ook zo in die rat race, om het op zijn Engels te zeggen, opgenomen om hun hypotheek af te betalen. En twee oudergezinnen dus, mensen met twee... Dus in die zin weinig... Dinkies heet dat geloof ik, hè? Double income, dinkies. Maar dat het daardoor volgens mij veel minder emotionele aandacht is voor de kinderen, waardoor ze het veel meer zelf moeten uitzoeken. En ik denk dat dat sowieso niet goed is. Dat zou dus betekenen dat we over 20 jaar nog meer van die zonderlingen krijgen die buiten de boot gaan vallen. Dat denk ik wel. Tenminste, dat sluit ik niet uit. Als het dan zo dan is dus wat we nu zien niet het einde van de golf, maar het begin van een nieuwe golf van mensen die in deze gereguleerde samenleving met creditcards en parkeervergunningen, wat je allemaal niet nodig hebt, niet meer mee willen doen. Ja, dat zou ik me heel goed kunnen voorstellen.
En als mensen bewust besluiten dat ze niet meer mee willen doen, is er nog niet zoveel aan de hand. Maar die mensen die krampachtig proberen om mee te blijven doen, maar op een gegeven moment er iets knapt en doordraaien. Dus eigenlijk zeg je dat in het woord het diversiteitsbeleid, heet het zo mooi, hè? Het minderhedenbeleid, heet het vroeger allochtonenbeleid van de gemeente of het Rijk, we eigenlijk wat ruimte zouden moeten maken voor het afwijkende gedrag. Ja, je moet niet alles willen beheersen en besturen. Ik bedoel, kijk, op een gegeven ogenblik dat ze ontdekken dat alle grote kraakpanden ontruimd zijn. En dat er dus eigenlijk weinig ruimte meer is waar mensen kunnen experimenteren. Even kunnen met leefvormen, met kunstvormen. Met even weg uit de routine. Ja, op dat moment. Ja, ik vind dat ook heel triest. Men beseft niet hoeveel mensen die ik. Laatst kwam ik nog. Ara Cohen was in Nederland. En die heeft hier in de 70e jaren een paar jaar in een kraakpand gezeten. Ja. En dat hoor ik van zoveel mensen die dus in Amerika ondertussen culturele fenomenen zijn geworden. Ja. Schrijvers, dichters, wat dan ook, filmmakers. Ja. Die 10, 20, 30 jaar geleden in Amsterdam een stukje van die vrijheid hebben geproefd. En dat als heel belangrijk ervaren. En wat wij nu doen is al die panden dicht timmeren en geen ruimte meer maken voor andere week. We willen het regelen. Eigenlijk alleen maar de ruimte laten voor de grote geldstroom. Maar daar komt het natuurlijk eigenlijk op neer. Ik bedoel, de kalenderpanden zijn dan nog ongeveer het laatste bastion. Ja. De 11 is er nog op dit moment. En dat zie je hoeveel buitenlanders daar zitten met hun ideeën, met hun idealen vaak. Die ze ook in hun land niet kwijt kunnen naar Nederland komen. En dan zeg ik, ja, maken we dat waar. Een van de dingen die ik in dat verband wil noemen is. Het is zo dat tegenwoordig bij wet mag een dakloze, ook een vreemde dakloze, mag voor zichzelf zorgen. En die kan een uitkering krijgen en een postadres. Dat is geregeld. Mm-hmm. De sociale dienst moet, en met name de sociale dienst in Amsterdam, moet postadressen verstrekken. Ja. Dat doen ze niet. En daar is een hele rel over. En daklozen-devezen is daar achteraan aan het gaan. En men weigert maar steeds te antwoorden. En mevrouw Ter Horst die verschuilt zich zoals gebruikelijk. Want dat, ja, die wethouders in Amsterdam, dat is wat dat betreft toch een echt een beetje armentierig qua openheid. Hè. Ze willen daar nooit over praten. Ze verschuilt zich steeds. De sociale dienst verschuilt zich. Maar het is heel duidelijk. De wet zegt, je moet een postadres kunnen krijgen. Ja. De gemeente Amsterdam zegt, ja, dat willen we wel doen, maar dan moet je je wel bij zo'n stichting of bij zo'n organisatie aangeven die voor je zorgt. En dan krijg je dus niet het geld op je rekening, je krijgt wel een postadres, maar we geven jou een tientje per dag en voor de rest moet jij maar je om 10 uur melden en weet ik van wat allerlei. Kortom, inbreuk op die vrijheid. Dat is weer dat kleinerende, dat enorme paternalistische. Ja. En ik weet niet of het typisch Nederlands is hoor, maar Het houdt natuurlijk de dronkenlappen van de straat, zeggen ze. Ja, maar is maar dat een oplossing? Nou, en mag je geen dronkenlap zijn, wou je zeggen? Ja, ook. Maar goed, kijk, je moet mensen niet lastigvallen. Dat vind ik altijd. Maar dat doen we steeds meer. We zijn wetten aan het maken. We gaan nu. Van de week was er weer zo'n actie op de. Dan worden mensen aangehouden. Vroeger zeiden ze dat is een verkeerscontrole. Nu zijn ze slim geworden. Het is en verkeers, en wapens, en drugs, en illegale. Ja. Dat het op een gegeven moment uit de hand loopt, omdat er inderdaad vier illegalen in de auto zitten met een pistool die denken, dit loopt uit de hand en we schieten om te beginnen maar eens een paar agenten neer. Ja. Dat kun je dus aanzien komen, dat met dat soort controles dat een keer gigantisch uit de hand loopt. Ja. Nou, dat betekent dus weer dat die agenten dan weer, hoe heet het, gepanzerde dingen moeten zitten. Het is een spiraal. En zwaardere wapens moeten hebben. Op een gegeven moment staat er een machinegeweer bij. En dan glijden we natuurlijk toch af naar een soort fascistische controlestraat. Nou, ik denk dat het risico er wel degelijk in zit. Ik wil niet zeggen dat het in mijn ogen ook daadwerkelijk zo zal gaan. Maar ik denk dat het risico er wel degelijk in zit. En ik denk dat veel te veel mensen dat of niet onderschatten zien. Of niet willen zien. Maar dat, de media helpen daar natuurlijk ook aan mee. Hè? In Amsterdam hebben we onze collega van AT5. Laat alleen maar dat soort dingen zien. Branden en rechtszaken. En er is weer in elkaar geslagen. En als de taxi direct. Ja, dan zitten we met zoveel camera's in die taxis te wachten tot er weer geknokt wordt. Ja, maar het is handelswaar. Het verkoopt. Nou goed, Kleurnet hebben we hier wel gedacht. We doen daar niet meer aan mee. Aan die politiek en die ellende. Want dat moeten mensen toch op een bepaalde manier beïnvloeden. Dat denk ik zeker wel. Als je denkt dat er overal maar op straat oorlog is, dan ga je toch ook niet rustig in een taxi zitten bijvoorbeeld. Nee, precies. Ja. Dan ga je toch denken. Waarom waren Hitler en Goebbels zo ontzettend gek op film? Omdat ze het propaganda-element ervan heel goed zagen. Hè, daarin waren ze eigenlijk al heel vroeg. Maar ga je daar niet in mee? Want jij bent dus. We spreken overigens met Jaap Pieters over zijn 21 filmpjes voor de 21ste eeuw. Die op 23 januari in de Ruigoordkerk 's middags om 4 uur. Maar feestig rust om 3 uur. Want dan kun je nog een stukje rondlopen daar. Gaat doen. Maar help jezelf niet aan mee door
filmpjes laten zien over mensen die misschien in de ogen van anderen wat belachelijk zijn? Nou, ik denk, ik probeer dat in ieder geval zo te doen, dat ik, mijn uitgangspunt is dat ik mensen in hun waarde laat. Als het op mensen overkomt dat ik mensen belachelijk maak, dan is de film mislukt. Dat is mijn allereerste uitgangspunt. Ja, maar je blijft maar, toch een beetje dat gevoel van een duivel is dood. Ja, dat werkt. Nou, dat nee. Ik vind dat eigenlijk alle films wel. Dat er een ontsnappingsmoment in zit. Een ontsnappingsmoment, daar moet je me mee dat je even kunt zien dat daar een echt mens is? Ja, dat sowieso. Alleen al doordat ik ze in reële tijd film. Dus niet monteer, niet knip, niks. Zo weinig mogelijk manipuleren. Kijk, op zich is het aanbrengen van een kader alle manipulatie. Ik laat iets in beeld en ik laat daardoor ook automatisch dingen buiten beeld. Dus dat is natuurlijk altijd een manipulatie. Maar dat wat ik laat zien, wil ik zo compleet en zo ja, echt of zo reëel mogelijk laten zien, zoals ik dat dan waarneem. Ja. En daar wil ik natuurlijk ook niet in knippen. Ik wil daar niet nog verder in manipuleren. En ja, het moet voor mij iets zijn wat mij ontroert, wat mij raakt, of wat ik mooi vind. He, wat voor mij een schoonheid. En dat heeft dus niks te maken met de kwaliteit, want je gebruikt Super 8, ook antiek en een klein beeldje, weinig beeldpunten zouden we dan zeggen. Dat heeft daar dus volgens jou niks mee te maken. In welke zin bedoel je dat nu? Nou, het overbrengen van de ontroering, daar heb je geen betere techniek voor nodig. Nee, absoluut niet. Je zegt zelfs eigenlijk dat de kwaliteit van die HJ die schokkerigheid een eigen ontroering kan teweegbrengen. Ja, dat denk ik zeker. Kijk, het is nog altijd. Maar ja, goed, de technische kant vind ik op zich nu niet eens zo interessant. Het aantal punten per vierkante millimeter en dat soort zaken. Goed, ik vind Super 8 altijd nog een heel mooie beeldkwaliteit hebben. Dat beelden soms wat fletser zijn. Of omdat de camera dan wat goedkoper is. Of, dat vind ik op zich allemaal niet zo relevant. Wat ik belangrijk vind is dat je een persoon of een situatie of ook een ding kan ook heel ontroerend zijn, dat je het dusdanig in beeld brengt dat het beeld kan vullen. Mm-hmm. En dat het in je eigen gedachten, je eigen fantasie ook een prikkeling geeft. En dat je dus op die manier. Denk je nou een beetje, als je dat zo zegt, is dat magisch denken? Geloof je in de magie van wat je maakt? Ja, ik geloof wel in de magie van wat ik maak. Maar dat is misschien ook de magie van het bestaan zelf. Want ja, daar zie ik het verlengstuk van. Voor mij is het de verlengstuk van mijn eigen bestaan. Het is ook wel een beetje de kern van mijn bestaan. Ik heb heel veel dingen uitgeprobeerd in mijn leven. Ik heb wat dat betreft gewoon. Dit is nu Jaap Pieters, jij bent je filmpjes. Ja, voor een deel wel, ja, voor een groot deel wel. Het is de manier waarop ik kijk naar de wereld. En ik denk dat mijn kijk naar de wereld een meerwaarde heeft. Dat dus in die zin ook voor anderen ja, interessant of ontroerend kan zijn. Het is mijn manier van communiceren met de wereld. Maar is het ook jouw manier van sociale verandering, bewustwording bereiken? Denk je dat door de ja, mens? Maar ja. Dat is wel iets wat ik hoop, natuurlijk ja? Wel. Dat is wel iets wat ik hoop. Maar ja, dat zijn een soort idealistische. Dat weet ik niet. Er zijn ideeën. Foto's van fotografen die de wereld veranderd hebben. Mm. Een mooi voorbeeld is natuurlijk de aarde voor de eerste keer vanuit de ruimte, ja. De eerste stap op de maan. Maar ik herinner me die Vietnamfoto's eigenlijk ja. wat ja, zo nee, enorm indringend ja. blijft. Ja. Maar ik vraag me af of deze tijd op dit moment nog wel zo te benaderen is, hoor. Ik bedoel, jaren 60 waren in die zin natuurlijk heel anders. De Vietnamdemonstraties. Er kwam veel meer op gang, inderdaad, door de beelden die erover kwamen. Maar ja. Ik zie op dat moment, op dit zie je moment, niet, zulke bewegingen. Ja, dat weet ik niet. Ik heb laatst die foto die ze gegeven hadden van een aantal agenten die er met het pistool in de hand daar staan. Nou weet ik wel iets van politiewetten en zo. En je mag je pistool gebruiken als je in gevaar bent ja. en bedreigd wordt. Nou, dat was het verhaal. Die mensen waren bedreigd. Nou, ik zie daar een foto van 2 of 3 agenten, een vrouwelijke agent, met een pistool. Het is een andere foto die iets later genomen is, waarbij ze gericht staat te schieten. En je kunt zien dat naast de dichtstbijzijnde demonstrant misschien 20, 30, 40 meter weg is. Hmm. En in ieder geval op die foto is niks te zien. Op de volgende foto was ook niks te zien. Wat voor mij daar duidelijk maakt is dat we in een maatschappij leven waar die politie, en ik geloof niet dat je dat individuele politiemensen kwalijk moet nemen, maar zich een ruimte aan het verwerven is. Hmm. Die niet past binnen wat wij
afgesproken hadden. Namelijk dat als een agent bedreigd wordt, mag hij wat doen. Dan kan ik ook beginnen als hij met een stok op zijn hoofd staat slaan, dat hij desnoods nog mag schieten of je mag afweren. Maar als jij wegloopt, dus zonder wapens, want er werd niet gesproken dat er andere pistolen waren, dan gaan we mensen neerschieten. Dat is toch... Zo'n foto maakt me niet alleen boos, maar vooral ook erg verdrietig. Ja, dit is niet eens alleen iets van de laatste paar jaar, hoor. Ik bedoel, ik weet nog heel goed dat bij de ontruiming van de Grote Wetering in 1980... ben ik op 2 meter afstand met een pistool bedreigd door een agent in burger. Terwijl er niets in mijn omgeving was, ik daar stond. Ja. Dus, en die zei van, wegwezen hier, met dat pistool gericht. Ja. Dus ja. Nou ja, 3 jaar geleden hebben we geloof ik nog 700 mensen opgepakt die nu geloof ik allemaal 2500 gulden krijgen omdat ze onterecht voor die 140. Ja, ja. Maar over die trein met 300 of 400 Italianen is nooit meer gesproken. Nee. De grootste deportatie op last van de burgemeester. De grootste deportatie sinds de Tweede Wereldoorlog. En dan mag je zeggen, die man die moet maar weer burgemeester blijven. En dan krijg ik dus kramp in mijn tenen van. Dan denk ik, dat was een deportatie zonder vorm van proces. Hup, via de trein in. Hup, weg. Ja. En later niet eens een excuusje kon er eigenlijk niet vanaf. Mensen zijn nooit benaderd. Hoeveel uren hebben ze wel niet überhaupt in die trein vastgezeten? En ik heb de beelden hoe ze eruit gesleurd zijn als... En in een vreemd land, in een vreemde taal, niet weten wat er gebeurt. In Italië schijnen gevangenissen ook niet zo lekker te zijn. Dus die mensen moeten toch het gevoel hebben dat ze misschien wel tegen de muur gezet werden. Of in elkaar geslagen of gemarteld, weet ik veel. Dat is gebeurd. En dan herinner ik me Klaas Wilting die dus gewoon zat te liegen voor de buiten. Er is niks. Ik was daar om 2 uur 's nachts. Ik heb die mensen weg zien rijden. Later werd gezegd, ze waren, hoe kom je erbij? 2 uur 's nachts was helemaal niks. Ja, omdat ik door de politie in elkaar geslagen werd. Mijn perskaart afgepikt. Ja, we hebben daar klachten over ingediend. En dan denk ik, waar gaan we naartoe? Ja. Kun je maar nog... ik vraag me af of dat heel duidelijke... Ja, ik kan niet zo goed meten in welke zin dat ook echt een ontwikkeling is waar het alles erger en moeilijker wordt. Of dat het niet iets is wat eigenlijk altijd geweest is. Hoor, ik denk dat sowieso een conflict is wat er eigenlijk altijd wel gespeeld is. Ja, elke 4-5 jaar sterft iemand in een politiecel en zo. Dus, hebben we dat kijk, van de krakers nog. Er zijn meerdere mensen per ongeluk doodgeschoten. Dat is zeker eind 70, begin 80 een aantal keren voorgekomen. Ja. Bij mij zijn ze een keer naar binnen gestormd omdat mijn buurman dacht dat er ingebroken werd. En ze stormden naar binnen. Terwijl ik dus in mijn onderbroek stond en een plaat op had staan. En naar bed ging. En ze vroegen, wat doet u hier? Terwijl ik bezig ben naar bed te gaan. Ik bedoel... Kijk, goed. En dat was ergens ook in 1980 of zo. Ik wilde dat... Ja, Pieters. In ieder geval, dit gesprek gaat over film, maar het gaat eigenlijk over de ogen van Amsterdam. Want zo noemen ze jou in Duitsland. Je hebt wat succes gehad met je korte filmpje laten zien. En dan zeggen ze, dat is Auge van Amsterdam, het oog van Amsterdam. Je kijkt anders naar de wereld dan andere mensen. En dat is een kwaliteit. Ja, dat, ik hoop dat het ook als dusdanig gezien wordt inderdaad. Want je moet beginnen met het zelf zo precies. Te zien. Ja, nee, voor mezelf. Ja, vind je dat? Voor mezelf is dat inderdaad, dat maakt uit wie ik ben. Ja. Voor mij, dat is de essentie van mijn bestaan. En dat in die zin, het is een mooie titel. Het is natuurlijk ook iets van, kijk, in het buitenland is dat nog een keer... Je komt uit Amsterdam, daar ben je dan een van de weinigen. Ja. Maar goed, als je binnen Amsterdam zelf kan het misschien ook wat grotesk klinken. Maar goed, in de VPRO-uitzending van augustus uit de serie .nl hebben ze die titel aangehouden. En daarom heb ik hem dus nu ook weer herhaald. Ja. En we komen met die, of u kunt gaan kijken naar wat Pieters wil laten zien... En dat is dus niet alleen die filmpjes waar wij ook stukjes van laten zien, maar een heel beeld van de grenzen van de samenleving. Want dat is toch waar je mee bezighoudt. Ja, ja? De grenzen van de samenleving, de grenzen van beeld, van beeldcultuur ook. Dat is iets, ik heb dit genoemd beelden tegen de stroom. Ja, ja. In een kerk tegen de haven. De beelden tegen de stroom voor mij zijn ook de beelden zoals ik ze wil maken. Omdat ik denk dat je daarmee... met meer rust dieper mensen kunt ontroeren of raken dan met de enorme snelheid en het hele enorme beeldbombardement wat er voortdurend over iedereen uitgestort wordt. Ik zou zeggen, ga eens kijken. Ruigoord, 23 januari, zondag om 4 uur. En de kerk van Ruigoord, dat is in de richting van de havens, voorbij Halfweg en dan ziet u wel een bordje. Ja, Pieters, dankjewel. Ja, bedankt.
Hier, dat het scherm gewoon op straat gevonden is. Een vriend van me. En de projector en de camera heb ik allebei gekregen. Ja? Ja, de projector zou ik ooit betalen, maar omdat hij niet helemaal goed was, zei hij van nou, hij moet eerst maar eens gerepareerd voordat je hem betaalt. Dat zei hij zelf. En hij is nooit, er is nooit wat aan gedaan, maar ja, er is ook nooit meer over het geld gepraat. En ik, het is geen opzet of zo, maar ik denk er eigenlijk gewoon helemaal niet aan. En die camera heeft hij me echt gegeven. Ik heb te weinig gedronken vanavond. Bijna niks. Ik heb jullie helemaal geen thee aangeboden.